mensen bij een nieuwe aflevering. Ik zag je hoe snel die kwam. Vervolgens met jou. In deze aflevering gaan wij verder met... We gaan helemaal niet verder. Ik werd afgeleid door de klant die er staat. Kijk, er staat daar. Oh, we gaan verder met intro. Wij gaan aan de slag met deze Vespa Sprint. Het is een vierklepper. We doen niet vaak vierkleppers, maar omdat we de testbank hebben staan, heb ik toch maar één keer een vierkleppertje erin gehaald. We hadden de Digitronic ingezet van Belossi en de Multifan. We gaan testen op de testbank. Kijk mee. Inmiddels staat Beestje op de brug. Het is dus een vierklepper bromfiets Vespa Sprint. En hij heeft een aankraapfietje uitlaat. Voor de rest weet ik de afstelling niet, dus gaan ze het allemaal checken. Ik denk, omdat ze specifiek hebben gevraagd voor die Digitronic, dat er een originele bromfiets ECU in zit. En als hij niet doorboord is, zou die nu standaard met firewing. Ja, ik moest even nadenken wat. Met firewing 50 moeten gaan. 48-50. Ja, zonder firewing naar 60. En de B-killer is uit, dus dat maakt heel veel herrie. Dit is hem. 3, 2, 1. Ben je er klaar voor? Ja. Zijn hun er klaar voor? Weet ik niet. Denk hebben ze dit video al gelijk? Like nu dit video! We gaan nu het testbank laten. Oh. Ah. Oké. Okay. Nou, ik weet het zeker. Hij is hartstikke begrensd. Hij heeft weinig vermogen, is nog geen 3 kilowatt. We gaan dus lekker op de brug zetten, we gaan kijken wat we eruit kunnen halen. Het is tijd voor Digitronic en de Multifan. Testbankresultaten waren zeer tegenvallend. En dat is niet zo gek, want ik denk dus dat dit gewoon een hartstikke standaard ding is. We kunnen beginnen met de kartkap open te halen en te kijken of er een firewing in zit. Dat vind ik zelf eigenlijk het prettigste om te doen, want dan weten we waar we staan. We kunnen ook even kijken, hey, zonder ding, hoe rijdt die dan? En dan met die ECU erop, hoe rijdt die dan? Want die ECU kan je namelijk niet combineren, die van Belossi, met de firewing. Want dan draait die overtoer en kan je een lek motorblok krijgen. Dat wil je niet, sorry, ik versprak me. Dus we gaan de brug omhoog doen. Ik begin toch even met de kartkap. Dan weten we wat we daar hebben. Ik monteer nog niet die Multifan, want ik doe dus eerst die ECU. En dan kijken we met de standaard setup hoe die reageert. Nou, als we dat hebben gedaan, dan doen we daarna eventueel het tandje erbovenop met die Multifar. Maar als eerst onderzoek naar een simpele firewing. Hij heeft geen firewing. Hij gaat super langzaam. Hoe kan dat? Hij gaat echt langzaam. Ja, hij gaat echt heel langzaam. Hij gaat echt langzaam zonder firewing. Zal ik even kijken welke rol die heeft? Mm-hmm. Even checken. Mm-hmm. Waar lig je als slagmoes uit? Ja, ik zie het al. De Vario is wel verslijt. Het is goed dat er nieuw in gaat. Het is ook echt absoluut al gekut, want die hele moer hier is verrot. En de rollen zijn vervangen. Wat zit erin? 5.5. 5.5 is te zwaar. 5.5 gram rollen zijn te zwaar. Voor deze scooter moet eigenlijk 5.3 origineel zijn. En daar reageert het vet op. Dus ik ga dit nu gewoon even terugzetten. Want als ik ga toch een Multifan in, dan moet het weer een andere rol in. Dus ik ga hem niet afstellen. We bouwen hem even terug. We gaan beginnen met die ECU. En dan gaan we de testbank op. We gaan
voor die ECU. Binnenkap loshalen. Dit is de binnenkap, die moet eraf. Laat even zien hoe dat moet. Gaat vooral even zo meteen stekkeren. Binnenkap hier erop. En dan weer die test. Oké, dus ik hoop dat je dit goed kunt zien. Want wat gebeurt er nou? Het gebeurt in de skeur. De binnenkap ging niet open. Nee, ik weet niet eens. De binnenkap ging gewoon niet open. Ik moest gewoon op de chauffeur, moest ik het doen. Mag niet. Mag niet, maar ik deed het op de chauffeur. En dan krijg ik hem altijd open. Dat kan komen dat ze die kap al een keer hebben opengehaald. En dan kun je het even omgedraaid. En dan werkt het niet meer. Dus dan moet je chauffeur. Chauffeur is dief. Oh. Arabic. Oké. De scooter staat van de meisje. Ze mist een embleem aan de voorkant. Die is ook gechauffeerd. Kijk, en dit past wel echt bij een chauffeur. Ja, bivak. Maar ja, weet je, misschien wil ze wel gewoon fake taxi. Ja, dat zei ja. Fake taxi zou wel raar zijn, maar goed. Wat denk jij dat zij zou willen? Lambo. Of dat is gewoon origineel. Kan ook, ja. Ja, weet je. Zullen we gewoon een kroontje geven omdat ze prinses hier is? Ja. Ja, toch gewoon een kroon. Van elk kroon. Prinses. Prinses. Voor prinses. Voor El Prins. Oké. Is die binnenkap eraf? Ja. En is het gewoon wat het is? Het is gewoon wat het is. Ik zie een originele, niet doorboorde Piaggio ECU. Normaal gesproken zou deze scooter dan ook 60 moeten lopen zonder vuiring. Hij heeft geen vuiring. Maar de vario is versleten, de V-stand is versleten, de rollen zijn te zwaar. Misschien dat hij daarom geen 60 haalt. In ieder geval niet met de rollenbank. We gaan nu de ECU loshalen. Dan trappen die hem los hierin. Het is echt één stekker klik klak, huppakee. Twee stekkers. Maar het is super makkelijk dus. Klik klak. En dan gaat hij gewoon weer de testbank op en dan kunnen we kijken hoe erg die is toegenomen. Aan power en aan topsnelheid. Ik ben het hier niet mee eens. Ik laat mijn dochter zo niet op de brommer rijden. Met een kroon. Met een kroon. Twee stickers. Hoppakee, dat zijn deze. Deze stickers. En deze kan daar weer een grof aan. En dan hier. Wat zegt u? Nog één. Lekker webshop. We hebben hier de Melossi Digitronic. Nieuw in een heel scherpe verpakking. Met mooie sticker set voor mevrouw met kroontje. En die zijn wel echt super vet. Ze zijn shiny, shiny. Pak daar toch maar voor die ECU. Dan kun je zien dat het helemaal niet van elkaar afwijkt qua looks. Natuurlijk is deze van Melossi en dat ziet er gewoon vet uit. Maar voor de rest, alles is gewoon plug and play, stekkeren. Dit onderdeel. Check. Als je een ECU neemt jongens, of je vierkant wil opvoeren, en ik heb het echt al vaker getest. En zeker op het 80cc maakt deze ECU echt een wereld van verschil. En is deze ECU echt een vereiste. Want ook al de boyen, de originele ECU, dan is hij nog steeds bij lange na niet zo snel als deze Digitronic. En vooral bij 80cc komt hij dan echt tot zijn recht. Oké, hij zit. De bandenspanning staat gewoon op 2.1 bar achter en 1.9 voor. De beide banden waren echt super hard, was helemaal niet nodig. Dus we gaan nu gewoon weer terug naar de testbank. Tijd voor de tweede test en daarna wilt hij varretje eroverheen als hij dan echt af is. Volgens onze wensen. Dan gaan we op straat kijken wat hij op de weg moet halen. Dat is hem. Nou, daar gaan we. Hoe start hij? Precies zoals net. Nou, we gaan het zien, jongens.
Westbank 7 kilometer verschil. Ja, zoiets. Het is toch 7 kilometer. Dan gaan we nu gewoon een multje erin zetten. Alle versleten delen vervangen en dan hopen dat die... Daar is hij. Een speciale opbergplek. Ik kom hier ook van de chauffeurs, weet je wel. Oké, goed. Katkap ligt inmiddels open. We gaan de boel vervangen. We gaan de multi van monteren. Ik weet niet of het nou beter is om het met of zonder drukveer te monteren. Dus dat ga ik doen. Ik weet dat standaard er zeg maar 5,3 gram rollen in de originele vuilnis zitten. Mits origineel, dus gewoon in de originele situatie. Ik wil nu 6,1 gaan gebruiken omdat de multifarm ongeveer 1 gram verlicht. Dus als je 6,1 hebt, heb je als het ware 5,1. Ja goed, dat kan je prima presteren, denk ik. Dan gaan we eerst testen zonder drukveer, dan testen met drukveer. Dan kijken we welke setup hij het best rijdt. Ook ga ik een nieuwe snaar inzetten en koppeling naar huis of school maken. Dan kijk ik gewoon mee. Niet zo heel moeilijk. Oh. Ik wil die frotte moer. Gaan we ook vervangen deze. Heel lang eraf. Voel het uit je oor. Dat is ook frot. Gaat niet lekker meer terug. Dat is een hotel dat ze terug. Oude snaar, scheuren staan er dwars in. Oude Vario, met die slijtagebanen, daar verlies je dus heel veel topsnelheid door. En trek, en deze ziet er wel goed uit. Koppelingetje ziet er gewoon goed uit. Schuur alleen, en deze schoon af. Vario. En als we kijken naar de schade. Dat heeft niet op de hoogte verschillen, want het staat niet effen. Dat is wel een heel andere Vario en hier zie je echt een diepe baan. Kartkap zit. Even een beetje dichtmaken en gaan we kijken of die harder gaat. Oké. Een klein beetje meters maken, want alles is fixed nieuw, dus het presteert sowieso niet helemaal lekker nu, omdat alles te nieuw is. Maar wat doet hij wel? Ik zie je zo dat hij een beetje warm is. Dat is bizar. Dat was heel raar. Die eerste was echt gewoon 70. Fucking raar, man. Die eerste was echt top. Ja. De boot is wel laag. Ja. Nog een keer. Hey!
Gewoon 70 in één keer. Ja, maar nu? Maar het vermogen is wel relatief laag. Het is heel constant. Dus vermogen, er is de hele tijd vermogen. En dan pakte de eerste keer gewoon 70. Ik ben eigenlijk heel benieuwd even wat hij op straat doet, man, nu. Nou, dan gaan we, jongens. Met de wind in de rug. Volle gas. Hoppakee. Kijken wat hij doet. Hij is nu een beetje warm. Hij trekt prima. Serieus. Loopt mooi naar de 50. Gaat er nu flink overheen. Met de GoPro op de borst en hij pakte 75 maximaal toen hij lekker warm was en toen een lange rit hadden gereden. Ik ben er erg verbaasd over, omdat de testbank echt, ja, hij gaf dan net even 70 aan. Maar daarvoor gaf hij maar 52 aan, dus bij de allereerste test was het heel langzaam. Dus ik ga nu de brug nog één keer omhoog gooien, op de test de witte drukveer, testbankje op en dan nog een keer op straat. Dan kunnen we gaan kijken van hey, de witte drukveer wel of de witte drukveer niet, en dat zien we dan zo meteen wel. Maar ik ben benieuwd, ik had het niet verwacht. Duidelijk, vermogen was echt veel hoger nu dan zonder de drukveer. Is ook niet zo raar, want die multivar is natuurlijk gemaakt voor die drukveer en de druk voor die multivar. Dus dat. Plus de topsnelheid is ook op de testbank nu bijna 5 km hoger. Dus ik ga gewoon nu gewoon gelijk op de weg rijden, kijken wat hij daar doet, want het ziet er goed uit. Hey jongens, dit is de test met de drukveer. 3, 2, 1. Oké, jongens, de scooter is getest, de scooter is klaar, we hebben hem afgebouwd. Even netjes zo. Kom op. Ja, zo, makkelijk. Af. De binnenkap is weer opgemonteerd, de koudkap zit netjes. We hebben wat dingen aangevuld, hebben wat dingen hersteld, remmetje gesteld en eens voor bla bla. Gewoon even het dingetje een beetje opgefrist. Hij kwam binnen, toen ging hij maar 52. En toen hebben we hem helemaal gemonteerd met een ECU'tje, met een multifar, een nieuwe V-snaar, rolletjes 6.1 gram plus de witte drukveer. En toen deed hij op de testbank dit.
En dan tot slot heb ik de weg gereden. Op de weg reed hij toen uiteindelijk net zo hard als zonder de witte drukveer. 75, alleen de trekkracht nam enorm toe. Dat was het hoogst haalbare wat we konden halen uit deze scooter in deze setting. Dus als je 80-70 nog wel, nog veel harder. Of een tanding, maar dan moet wel 80-70 natuurlijk. Maar fijn, dat is eigenlijk, dit was gewoon in ieder geval in een 50-setje makkelijker te voeren. Met wat performance winst, ook de trekkracht neemt een stuk toe. Deze was ook echt, had ook echt afgestallig onderhoud achter de kant. Ik heb de Vario was versleten en de feestnaak. Zo zie je dus, als dat soort spul versleten is, rijdt hij gewoon verschrikkelijk slecht. Dat is dus de reden dat af en toe een Vario gevangen moet worden op je feestnaak of je rolletje. Hij kwam binnen als een basic. Nu zie je netjes, we gaan hem terugbrengen aan de klant. En als jij ook deze spul voor jouw scooter wil hebben, kan je die bestellen bij www.joeyschaap.nl. Stel jij daar jouw onderdelen, dan support je YouTube kanaal volgens met Joey. En kunnen wij meer van dit soort video's voor jullie maken en dingen testen. Dit was hem. Ik ben zeer, zeer tevreden over het resultaat. Vond het ook een leuke video voor je over het resultaat. Pet, duimpje omhoog. Test een keer je scooter op de rollenbank. En we zien je graag bij www.joeyschaap.nl. Dankjewel. Tot de volgende keer. Abonneer.